sta jij tegenover een carrière in een familiebedrijf? Moeilijke vraag. Ik kan me herinneren, in mijn jeugd heb ik mezelf bijna beloofd om nooit meer terug te keren naar Suriname. Of te werken voor... of te werken hier of voor het familiebedrijf. Maar ik ben daar snel terug op gekomen. Nadat ik de wereld had gezien. De wereld had verkend. Mijn filosofie van mijn eigen kinderen is natuurlijk... Probeer je ze stiekem een beetje te conditioneren om in het bedrijf te komen. Want je wil voortzetting van je legacy of van het bedrijf waar je werkt. Maar het is een strijd dat je met jezelf voert. Want als hij of zij muzikant wil worden, zou je het eigenlijk ook moeten supporten. Dus mijn standpunt daarover is, ik conditioneer wel mijn kinderen om dat te doen. Maar als ze er niet voor kiezen, it's also okay. Ja. Ik heb het wel liever natuurlijk, but it's also okay. En ik heb 4 kleinkinderen, dus hopelijk heeft 1 of 2 of 3 of 4 interesse. Oh, je kleinzoon wil al in Galaxy komen werken. Ja. Dat is al gefixt. Ja. James heeft al gezegd, dat wil hij doen. Oké, fijn. Ja. Goed. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.